Een hele goede morgen van aan de ontbijttafel. Goedemorgen, we zijn wakker geworden in Center Park zit Meerdal. We zitten aan de ontbijttafel. Het is gemakkelijk, ze brengen hier. Wat is er? Mama. Dat mama moet komen. Aan tafel zitten bij ons. Mama is een glaasje gaan halen voor de sinaas van de jus d'orange. Ah. Nee, we zitten dus hier aan de ontbijttafel. Iedere ochtend dan brengen ze broodjes. Dat is fijn, dat brengen ze zo in een karretje die je dan buiten kan zetten 's morgens. Ja, en brengen ze in een zakje, maar wij moeten 's avonds een karretje buiten zetten. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is super gemakkelijk, hè? Zeker nu met het koude weer, dat we zo niet naar de bakker moeten gaan lopen. Jij krijgt is dat extra leuk, zo'n service. Zo, eet maar een beetje vlees. Zeg. Hebben jullie het ook al eigenlijk gezien? Anders jullie zit op een grote jongensstoel. Ja, hè? Ja. Dat is een stoel. Een goede stoel, hè? Mama, mama. Ja, wij hebben hier ook wel eigenlijk een kinderstoel. Maar anders wil graag op een grote jongensstoel zitten, hè? Want dat is al 2 jaar en een half, hè, Jules? Baby. Geen baby meer. Geen baby meer, nee. Jules? Wie is er nog aan het ontbijten? Baby. Daar, kijk, een eekhoorntje. Mooi, hè? Wat een mooie eekhoorn. Oh, kijk, Jules, kijk wat hij doet. Mooi, hè? Sst, je jaagt hem weg. Pas mooi, hè, naar de beestjes kijken. Eekhoorntje vond ik het mooiste. Ik ook, ja. Dat was het mooiste diertje dat hier langskwam, hè? Ja, die was heel mooi. En we vinden dat eigenlijk het mooiste diertje, omdat dat het meest unieke diertje Alhoewel, is. Alhoewel, maar hier eigenlijk in Centerparks is dat niet zo uniek, want bijna alle Centerparks hebben wel eekhoorntjes. Maar ja, wij hebben dat wel fijn, want bij ons bot hebben we dat niet. Als je daar de historie van gaat over opzoeken, dan kom je van alles te weten trouwens over die eekhoorntjes in Centerparksparken. Het is zelfs zo dat sommige Centerparksparken origineel dus geen eekhoorntjes op het park hadden. Maar de eigenaar vond dat destijds wel iets leuk om naar te kijken. En akkoord, ben er even mee akkoord. Dat hij dus eigenlijk een soort van kweekprogramma opzette om dus eekhoorntjes in het park te krijgen. En dus zo zijn er in verschillende Centerparksparken tot op de dag van vandaag eekhoorntjes te vinden die er eigenlijk oorspronkelijk niet zouden zijn. Oh, mama. Dus het is een knuffelfase precies. Hè? Wij gaan zwemmen. We zijn aangekomen in het zwembad en je hoort het al, de muziek op de achtergrond. Het komt eigenlijk omdat vanavond, dat is een beetje de voorbereiding voor het disco zwemmen hier. Hè? Ja. Dat gaan we net niet meemaken, denk ik, want we hebben vanavond ook nog reservatie hier in het restaurant. En dat is ook niet echt iets voor Jules, denk ik. Maar de muziek van het disco zwemmen staat dus wel. Ik ben juist passeerd, die zei Jeno, de vlagger, tegen de gezelschap. Ah, ja. Ja, disco zwemmen, hè, vanavond. Ja, vanavond daar gaan we niet naartoe, hè. Nee. En wie zei Jeno, de vlogger, hè? Ja, ah, iemand die het stapt. Ja. Ah, oké. Okay. Anders hadden wij even hallo kunnen zeggen. Ah, ja, natuurlijk, nee, iemand die jou juist passeert. Ah, ja. Zie je het lichtje? Als het op groen is of oranje, ik weet niet wat kleur dat hier uitschijnt, dan mogen ze gaan. Ja. Is dat een oranje lichtje? Ja, we mogen. Hey, waar? Ja hoor, we zijn vertrokken! Oh, gaat die snel? Oelala! Wauw! Nu liggen we neer! Wauw! Kijk in de wildwaterbaan. Het is een heel leuk kinderland.
Heel leuke glijbaan ook deze, zo'n trechterglijbaan zonder band. Waar Jules trouwens ook alleen gewoon kan instappen en mama daar kan opwachten. Je hebt ook nog eens een duo glijbaan en natuurlijk heel veel waterfonteinen in het speellandje zo eigenlijk. Hier gaat hij hoor. Hopsakee. Het is de tijd om de wildwaterbaan te doen. Jules die gaat hier niet in mogen, want onder de 5 mag je hier niet in deze wildwaterbaan. In België is dat anders. In België mag je erin vanaf wanneer dat je eigenlijk onder begeleiding bent. Dus dat maakt het niet zo heel erg veel uit. Bandjes zijn al wel aangeraden. Maar het is... Maar hier is het dus wel anders blijkbaar, onder de 5 er niet in. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met de veiligheidsvoorschriften in Nederland. Het kan. De vorige keer in België hebben we wel ook ontdekt dat een wildwaterbaan wel leuk is met Jules. Maar dat het toch ook wel heel wat stress met zich meebrengt. Want uiteindelijk, het is een klein bazetje. Alles wat er gebeurt is eigenlijk een beetje op onze verantwoordelijkheid. Hij is gewoon op onze verantwoordelijkheid, vind ik persoonlijk. Dus als hij dan ergens zijn hoofd zou stoten, wat dat altijd kan in zo'n wildwaterbaan, daarvoor heet het ook zo. Ja, dan zijn wij wel verantwoordelijk en dat voelt niet zo goed aan. Dus daarom hebben we ook besloten om dat ook de komende jaren misschien niet te doen met onze Jules. Niet dat er iets misgebeurd is, maar na die ene keer vonden we het eigenlijk ook wel genoeg stress en spanning. Het wordt een beetje donker hier in Center Parcs, dus het zal met lichtjes zijn. Jawel! Oh. Meteen een goede binnenkomer en dat, zo heb ik het graag. Een wildwaterbaan moet wild zijn, mag niet te veel rustige stukken hebben. Dus als het stilvalt, dan heb ik dat niet zo graag. We gaan nog altijd vooruit, zonder dat ik mezelf moet vooruit duwen. Dus ik ben nog altijd content. We gaan naar beneden. En dit is dan toch wel een rustiger meertje. Een rustig badje. Maar ik zie wel iets leuks. Een glijbaan. Dus je kan hier de keuze maken. Wel, ik kom straks nog eens terug voor de glijbaan. Ik ga nu het stuk hier die rechts voor mij is doen. En dat is meteen weer een pittige afdaling precies. Let's go! Oh, mooi bochtje. Blijf maar gaan. Heel de bocht meegenomen. Ja. Hier worden we precies weer wat afgeremd. Maar ik ga proberen toch nog mee te gaan. Uiterst rechts blijven. Met de stroming meegaan. Nog eens naar beneden. Oké. En we gaan weer verder. Maar hier stropt het een beetje. We worden hier wat tegengehouden. Naar het binnengedeelte weer. Ik denk dat dit ook alweer het einde is. Ja, de laatste drop. En dan gaan we. Zo. In de categorie middelmatig zou ik zeggen. Zeker niet de meest extreme wildwaterbaan van Center Parcs. Het is ook niet iets wat je verwacht hier. In de zin van, dit is een best compleet bad. Je hebt hier een wildwaterbaan, een familieglijbaan, een heel kinderspeelgedeelte. Je hebt een soort van water met een watervalletje, wat ook weer een surplus is. Je hebt een glijbaan, je hebt een golfslagbad, een kinderbad. Ja, dat is wel heel erg compleet. Dus dan hoeft die wildwaterbaan dan ook niet superieur te zijn om het verhaal compleet te maken, zeg maar. Het is eigenlijk al best goed, best oké. En ze zeggen het eigenlijk ook zelf, hè, als je hier kijkt naar die icoontjes. Ze noemen het eerder een blauwe piste, terwijl dat je dus ook nog een rode en een zwarte piste hebt. Je hebt sowieso ook wildwaterbanen die onder deze categorie vallen. Maar deze is dus een best middelmatige, zou ik het zelf noemen. We gaan hem nog een keertje doen, maar deze keer voor de groene glijbaan. We gaan erin. Yes, voor een baantje. Shortcut. Nee, die gemaakt is voor wie die bocht niet wil maken. Het is toch wel best een pittige bocht eigenlijk, dat toch wel best snelheid neemt. Dus wie dat niet aandurft, is eigenlijk het enigste heftige stukje van de wildwaterbaan. Die kan dus de groene glijbaan maken. Leuk! Hij is niet bij het oud, hè, onze Jules? En wat ga je nu doen, Jules? Mimi. Rijden naar Mimi. Tuut tuut, tada. We hebben leuk gezommen, het was echt heel erg tof. Jullie zijn heel erg aangenaam zwemgezelschap, dankjewel. Ja, en van al dat zwemmen hebben we honger gekregen. Dus nu zitten we hier in het Evergreens restaurant. Je hebt hier dus ook op het park dus ook, een Evergreens. En Evergreens is een buffetrestaurant waar je heel veel
verschillende keuzes hebt van voorgerecht tot met nagerecht. En dat is echt heel veel. Ik heb veel te veel gegeten. Onze Jules heeft ook heel erg goed gegeten, heel veel ook trouwens. Het was echt lekker. En we hebben hier ook nog eens een leuke speelhoek voor de kindjes. Ja, Jules is alles aan het opruimen. Ja, Jules is aan het opruimen. Dat is wel goed, hè? Ja. Ja. Jules ruimt alles op voor de andere kindjes. Dankjewel, Jules. Samen met alle kindjes. Ja. Nog maar een paar dagjes te gaan. Maar ons hoor je echt niet klagen. We zijn hier voor 7 dagen in totaal, dus dat is best wel lang. Wat helpt er eens? Wat helpt er? Ga plassen. Ik moest heel dringend dat zo Frits bent. Kan ik hier helpen, hè? Ja. Ik wist niet dat jij... Stel je voor dat de toiletten zoals vroeger op een koerke waren. Amai, zo buiten. Boem. Ja, in oude huizen in België. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar dan was er een koerken, hè. En daar had je dan de put waar je dus op het toilet moest gaan zitten. Ik kan mij dat persoonlijk niet voorstellen, dat mensen, als ze s'avonds dan nog moesten gaan plassen, naar die koer gingen. Volgens mij werd dat trouwens ook niet gedaan. Vandaar dat er ook een uitvinding, de piespot, is. Die te vinden was op iedere slaapkamer. Ja, dat is dan weer iets anders natuurlijk. Maar ja, dat lijkt me dan ook niet echt onlogisch. Nee. Als je anders door de vrieskou naar het toilet moet gaan. Ja, amai. Om wat te zeggen, we leven in een luxe. Ja, in een luxe. En ooit gaat er iemand zijn die deze video ziet en een keer goed met ons gaat lachen en gaat zeggen, amai, noemen jullie dat luxe? Ja, kijk eens wat we nu weer allemaal hebben. Dat is waar. Maar ja, dat is iets... Ja, we hebben het er ook wel eens over gehad. Ik heb het trouwens over gehad in een eerdere video. Jij wilt graag koken eten met jou spelen. De comfort die we vandaag de dag hebben, dat voelt als een enorme luxe aan. Terwijl dat ze hier over pakweg 200, 300 jaar een keer goed met ons zullen lachen. Zullen zeggen van, och garme, hadden die nog maar dat. Het wordt altijd maar bigger, better, stronger. Ja. Of zo zou het toch moeten in het leven, hè. Bedankt om te kijken naar deze video en heel graag tot morgen, want dan zijn we weer hier vanuit Center Parks. Yay! Yay!